U luistert naar de DCDW-podcast, gepresenteerd door Paul de Vries. Elke week praat Paul met interessante gasten over actuele online automotive onderwerpen. De DCDW-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door nieuweautokopen.nl, Marktplaats, Autodata Nederland, Taggle Auto, Bovemij, You Name It en tevreden.nl. Welkom op de DCDW-podcast van deze week met als gast Hans Engelsma van Koets.nl. Hans is initiatiefnemer van Koets.nl, een online autobedrijf met een specialisme in onder andere BMW en een nadruk op optimale klanttevredenheid. Hans komt uit een ondernemend automotive gezin en is na zijn carrière in finance als ondernemend automotive retail ingestapt. De motivatie, het distributiemodel in de automotive is niet meer veranderd en dit biedt kansen. Dit doet Hans inmiddels al 8 jaar met Koets.nl op zijn geheel eigen wijze. En Hans is zeker actief op social media en kan niet zonder Facebook. Hans, wat ontbreekt er aan deze intro of wat kun je aanvullen door wat meer te vertellen over jezelf en over Koets.nl? Goeiedag dank voor de welkom, voor de introductie. Kleine correctie, we zijn 5 jaar bezig met, 5 jaar? Met Koets.nl. Ik kom uit een automotive gezin. Mijn opa was Opel dealer. Dat bedrijf heet nog steeds al Engelsma en Winia, maar is al 50 jaar niet meer in de familie. En mijn ouders die waren BMW dealer. Dus echt opgegroeid in een autobedrijf. Mijn ouders hebben de zaak verkocht, heel wat anders gedaan. Financieel management gestudeerd. Bij een onderdeel van een bank gaan werken van Rabo Nederland. En toen uiteindelijk wilde ik de overstap maken naar of een participatiemaatschappij of die kant op. Maar toen dacht ik, ja, dan ga ik nooit meer voor mezelf beginnen. Ik was toen 30. Dus uiteindelijk gestopt en centjes opgenomen en met Koets.nl begonnen. Maar meer vanuit de overtuiging dat het retailmodel, als je heel, heel plat gezegd of gechargeerd, 100 jaar geleden, rond 1900, de eerste auto's, hoe werden die verkocht? Groot duurpand, heel veel auto's erin, verkopers erin. En dan gingen we kijken wie een auto kan verkopen, wie er binnenkomt. En in de basis is daar niet heel veel aan veranderd. Met name internet heeft direct en of indirect consumentenbehoeften en verwachtingen van mensen veranderd. Dat vond ik leuk om daar wat mee te gaan doen. Nee, maar goed, wat mij dan verbaast, hè, is op het moment dat je uit de finance dus komt. Ja. Je weet de rendementen uit de automotive, 0,1, 0,2 ja. Of min 0,001 ja. of iets dergelijks. Waarom dan in hemelsnaam in de automotive? Is dat iets omdat het vanuit de familie komt, omdat het in je bloed zit, of dat je denkt van, joh, er zit de grootste uitdaging in, want hier kan ik echt wat veranderen? Ja, nee, ik denk wel dat laatste. Ja, goed, dat geld is altijd natuurlijk. Uiteindelijk heb je het over een bedrijf en moeten er centjes verdiend worden. Daarom. En is centjes verdienen is ook een soort rapportcijfer. Vroeger kreeg je 9 als je het goed deed. Tegenwoordig kijk je in de benchmark, hè, hoe presteer je op verschillende cijfers. Maar ongetwijfeld dat in finance meer geld verdiend kan worden. Maar dat is niet de drijfveer. Wat ik gewoon ontzettend leuk vind, is toen we begonnen en we zeiden, we gaan online auto's verkopen. Nou, jij weet het. Als geen ander toen, kan niet, zeg maar. Dat is een beetje wat er. Je hebt hier slogan van gemaakt: kan niet, bestaat niet. Maar, ja. En dat dachten we, ik denk, ja, het kan wel anders, maar het heeft te maken met procesbeheersen. En we geloven heel erg bij Koets dat verkopers niks meer en niks minder dan procesbeheersen. Dat is wat je moet doen. De klantreis, customer journey, et cetera, hoe je maar noemt, die doorloopt iedere klant. Of je nou een koptelefoon koopt in een winkel, of hij de koptelefoon online koopt, of hij een broodje koopt, of dat hij een auto koopt, of een huis. Er is altijd een klantreis. En dat is een proces. Ondanks dat de consument niet weet dat hij een proces doorloopt, heeft hij dat wel, 1. En 2 is, je moet proberen die klant in dat proces te houden en dat te structureren. Want de klant gaat zich daar comfortabeler bij voelen, hoe gestructureerde jij dat proces voor hem gaat maken. En dit is niet iets wat je tegen de klant zegt van, we gaan nu een proces met elkaar aan. Want dat is wat je zelf doet en waar de klant aan inkomt en die zich comfortabel bij voelt als dat zo is. Hey, online, Hans, of offline, maakt niet uit. Nee, eens. Maar Hans, hè, voor degene die in de Koets.nl dus niet kennen, waar staat het voor en wat doe je dan uiteindelijk? Want je verkoopt in ieder geval BMW's, maar je verkoopt ze volledig online of toch via een showroom? Of hoe werkt het? Nee, wat we hebben met Koets is een gewone autodealer. Dat betekent, we hebben een opslag
We hebben eigen voorraden. Ja. In Leeuwarden in Friesland hebben we een voorraadlocatie staan. Daar hebben we gewoon een bedrijfshal, 1200 vierkante meter. Daar staan onze voorraden, daar hebben we kantoor bij. Daar komen de auto's binnen. En daar hebben we ook een eigen fotostudio staan, die hebben we zelf ontwikkeld. Je moet zo zien, de auto's komen binnen. In Leeuwarden wordt intake bijgedaan voor kwaliteitscontrole. Dat is heel erg belangrijk. Dan worden ze klaargemaakt. Zodra de auto's optisch klaar zijn, gaan ze de fotostudio in. Dan worden er een fotoreportage van gemaakt. Dan worden ze online geplaatst op onze eigen website. We kunnen 100 foto's. Hangt er een beetje vanaf in welk stadium. We beginnen vaak, omdat als een auto binnenkomt, maak je eerst een fotoreportage, maar die is nog niet gepoetst en gepolijst en et cetera. Ja. Beginnen we met 30, 40 foto's, komt die alvast online. Als de auto helemaal door het hele traject en hij is helemaal klaar, dan komt de volledige fotoreportage, 100 foto's komt online te staan. En als ik even mag inbreken, zie jij een verschil tussen 30 foto's en 50 foto's qua conversie? Of zie je het grootste verschil tussen gepoetst en niet gepoetst bijvoorbeeld met de foto's? Nee, ik begrijp, het is een beetje moeilijk te meten. Omdat wat je ziet is modellen die heel courant zijn, die gaan met 30 en 40 foto's ook. Ja. Maar wat voor ons nog belangrijker misschien is van die 100 foto's, is dat je showroom, als je op zondag de showroom, zondag heb je kijkdagen tegenwoordig bij bedrijven en op zaterdag. Maar dat kijkeffect, dat willen wij in de showroom ook hebben. Dus wij willen dat mensen en maar klikken. Want je hebt gewoon, zeker in dit segment, mensen die vinden het mooi om voor de 100ste keer weer een knopje van een andere kant belicht te zien. Ja. En dus het showroom effect dat mensen weer gaan kijken voor je, omdat je weer een nieuwe fotoreportage hebt. En omdat ze bij ons heel veel foto's en een filmpje en een video en uitleg. We hebben van, ik geloof bij BMW van 35 opties hebben we eigen video's waarin we de opties uitleggen. Okay. Op video, die hebben we gekoppeld. Dus die zitten in de database en vervolgens kan je die aan de voorkant weer zien. Nou, al die dingen levert traffic op. Dus waarvoor traditionele dealers hele grote showroom bouwen om beleving te geven aan mensen, doen wij dat online. Ja. En wij doen dat door middel van 100 foto's. Ja. In plaats van 30, 40. En in plaats van 10 of 20 of wat traditioneel maar gedaan wordt. Maar dat is dan ook eigenlijk wel het grootste verschil tussen koets.nl en een normale dealer is. Hè? Dat je het over 30 foto's hebt als een start. Waarbij het bij de meeste al een eindpunt is. Ja. Als ze dat al halen, hè? Een 30 foto's, video's, informatie. Jij ziet echt jouw website als de showroom. Want je hebt dus geen en showroom. Nee. Hè? Maar jij ziet het ook daadwerkelijk als de showroom van de toekomst. Daar moet het gebeuren, daar moet de conversie gebeuren. In die zin dat de lead die je krijgt een startpunt is van jouw dialoog met de klant. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja. Hoe ga je daarmee om? We hebben ons logistiek centrum en onze handling zit in Leeuwarden. Er komt nooit een klant. Dat doen we puur voertuighandling. In Utrecht zit ons aflevercentrum. Ja. Van onze klanten vorig jaar kocht 70% van onze klanten kocht volledig online. Zag de auto voor het eerst bij aflevering. Ja. Was hij gekocht, betaald. Hadden wij de klant nog nooit gezien. De klant had ons niet gezien. De klant heeft het product niet gezien. Dus een volledige online transactie. 30% van onze klanten kocht de auto onder voorbehoud van proefrit en bezichtiging. Okay. Dat betekent ook overeenstemming over prijs. Koopovereenkomst toegestuurd. Alleen met de voorbehoud. Onder voorbehoud proefrit en bezichtiging. Ja. Op die 30%... converteren we 100%. Dus er is niemand die niet koopt. Dus die proeft in bezichtiging. Ik noem het wel eens uit de Finance Center is een boekonderzoek. Die klant die wil even zien. Is datgene van wat ik online gezien heb, wat je verteld hebt, klopt dat? Nou, is dat zo dan? Ah, hij wil geen bakstenen. Ja, precies. Dus dat is hoe. En uiteindelijk, het gaat ook om. Als je kijkt naar retail, waar ik heel erg in geloof, het is nu nog zo dat als iemand wat gekocht heeft, dan heeft hij of hij heeft het gekocht of hij heeft het online gekocht. Oftewel, die online is een bijvoeglijk naamwoord in het kopen van iets. Dus het is anders dan de standaard. Ik denk dat dat gaan verdwijnen. Het gaat niet om of het online is. Het gaat niet om of het offline is. Het gaat om die klantreis. Ja. En die klantreis, dat is een proces. En degene die die klantreis het best beheert. En dan is beleving is natuurlijk het woord. Maar daar gaat het wel om. Ja. En of dat nou online of offline is. Degene die de klantreis beheerst, die heeft de klant. Nou is het zo dat alleen dat. Dus dat gezegd hebben. Elke klantreis begint alleen online. Of je het nou wil of niet. Ja. Hij begint online. Bij 9 ongetwijfeld dat er nog ergens. Nee, de uitzondering hou je altijd precies. Prima. Maar laten we zeggen dat van 95 of 99 altijd online begint. En waar wij ons in gespecialiseerd hebben, wat wij gewoon. Wij hebben het de hele klantreis online gemaakt. Maar ook voor een
traditionele dealer met een showroom, die moet onderkennen dat 40% van zijn klanten, ja. Of sorry, 40% van de klant van zijn klantreis, de 40% van de klantreis van zijn klanten, ja. Ook online is. Ja. Dus dat zal die ook moeten kunnen. Die discipline zou die ook moeten kunnen. Net zo goed als dat wij dat kunnen. Dus dat maakt niet uit. Ik denk alleen dat het niet van belang is. Heel veel klanten van ons, er is niemand die klant bij ons is en die zegt, ik wil per se online een auto kopen. Nee. Dat is niet wat er gebeurt. Nee. Er gebeurt alleen je stelt de klant in staat om online een auto te kopen. En dan denkt hij, ja, waarom niet eigenlijk? Het voelt prima comfortabel. Waarom moet ik die auto ook zien? Als ik een nieuwe auto bestel bij de dealer, niet. Zie ik hem ook niet. Dan moet die nog van mij gebouwd worden. Ja. Dus dat kopje koffie en het gesprek met die autoverkoper, ja, wat voegt dat voor mij toe? Nou, op het moment dat je het zo hebt in kunnen regelen, hè, dat je met de klant in gesprek bent, of dat nou online is of offline, of via een telefoongesprek of via een chat of wat dan ook, maar je geeft gewoon antwoord op de vragen en je bent helder transparant, ja, dan weet ik ook uit ervaring, dan maakt het niet zo heel veel uit. Want de vraag stellen en antwoord krijgen is veelal de behoefte die men heeft. En die wordt vaak niet door een dealerbedrijf op de juiste manier ingewilligd. Ja, nee. Ja. Nee, precies wat je zegt. In die klantreis, het is zo'n uitgevend woord, maar daar zit de behoefte in. En wat we constant proberen, precies hetzelfde wat jij jaren doet, is die behoefte uit die klantreis trekken. Dus dat kopje koffie drinken bij die oude verkoper. De behoefte is niet koffie drinken, want er gingen mensen al naar een restaurant toe. Dus maar de behoefte achter die koffie drinken is, wie ben jij dan en wil ik bij jou die auto kopen? Is informatie. Ja, is informatie en betrouwbaarheid, maar je kan daar van alles uithalen. En wat wij de hele dag mee bezig zijn geweest de afgelopen 5 jaar en waar we nog steeds ook de komende 10 jaar mee bezig moeten zijn, is die behoefte eruit trekken. Kijk, oké, dit is de behoefte die de klant heeft bij het kopje koffie drinken. Hoe kunnen wij die online invullen? Proefrijden, hetzelfde. De behoefte is niet proefrijden. Hij wil niet in die auto rijden. Nee, hij wil weten hoe die rijdt. Nou, ja. Hoe kunnen we dat op een andere manier duidelijk maken? Nou, en zo zijn we al 5 jaar bezig en allemaal fouten aan het maken over hoe je het wel en niet moet doen. Maar ja, het grootste voordeel eigenlijk wat je hebt is dat, en ik denk dat het voor ons allebei geldt, wij zijn niet romantisch in het idee hoe we gisteren ons geld verdienden. In die zin. Nee, het gaat altijd om morgen. Dus als het morgen zeg maar op een andere manier moet, zeg maar als het morgen met 120 foto's moet gaan, dan gaan we morgen 120 foto's maken. Ja. En dan gaan we niet terugkijken naar gisteren. Gisteren hoefde er maar 100 te hebben of 80. Het maakt ons niet uit. Wij willen ons ontwikkelen en ons aanpassen aan de markt, aan de behoefte die op dat moment bestaat. En dat merk ik in het dealerbedrijf, in de autobedrijven veel te weinig. Dat ze zich aanpassen aan de klantreis of de klantbehoefte van nu. En altijd maar achterom kijken hoe het in het verleden was. Dus de innovatiegraad ligt laag, maar mede ook omdat... Goed, ik ben altijd voorzichtig. Ik zeg niet dat ik het weet. Maar we hebben bepaalde gedachten over hoe je het zou kunnen doen. En hoe het zou moeten. En een van de, in mijn ogen, fundamentele verschillen is dat heel veel autodealers die vinden dat ze autohandelaar, hè, dat ze handelen in auto's. Of het nou een dealer is of een autobedrijf. Ja. Maar dat is niet zo. Het zijn dienstverleners. Ja. Dus alleen... Een traditionele dienstverlener die krijgt betaald in uurtje factuurtje. En een autodealer krijgen betaald voor in de vorm van marge. Je mag marge maken als je waarde hebt toegevoegd, dat je vragen hebt beantwoord, dat je dat allemaal gedaan hebt. Ja. En dan mag je marge maken. En hoe beter je dat doet en hoe efficiënter, hoe meer marge je mag maken en hoe meer waarde. Nou, zeg maar dat hele spelletje. Maar het gaat niet om dozen schuiven. Ja. Daar gaat het niet om. En nou ja, en dan wat jij zegt. Dan ja, morgen, elke dag proberen we gewoon morgen weer beter te weten hoe we die klant online verleiden om 40, 50, 80 tot 160.000, onze nieuwe hoogtepunten een paar weken geleden, online uit te geven. En dat gaat dan niet, dat gaat niet om prijs. 160.000 is nu het hoogste? Dus geweldig, hij stond op 139, hij staat sinds een paar weken op 160. Hey, we hebben elkaar vaker gesproken de afgelopen jaren. Hè? En ik vind het altijd fascinerend om met elkaar te praten, om wat ideeën met elkaar uit te wisselen en dergelijke. Een van de dingen die hem ooit zei is hoe je omgaat met lost sales. Het sturen van een miniatuur BMW, geloof ik. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, dat doen we niet bij iedere lost sales inderdaad. Maar als we heel lang met een klant zijn bezig geweest in een traject.
En je verliest toch de orde. Nou, dat is echt... Het gebeurt. Ja, het gebeurt, ja. Maar dat doet af en toe pijn. Maar dat is, dan denk je echt, jemig zeg. Ja, het mag pijn doen, hè? Ja. Maar waarom? Waarom is dat fout gegaan? Waarom? Wat is er? Nou, en je hebt natuurlijk bij een gebruikte altijd over een uniek product. Dus als we nou nieuwe tv's kochten, dan zou je echt puur en alleen maar naar je proces kunnen kijken. Want dan heeft hij dezelfde tv had jij ook kunnen leveren. Dus daar kan het nooit op fout gaan. Bij gebruikte auto's is het nog wel eens zo dat iemand anders een auto heeft staan die gewoon zo goed bij zijn klantbens pas, dat je hem niet pakt. Maar wat we in die individuele gevallen doen, waarbij je gewoon zo'n leuk contact met die klant hebt en toch die order niet, dan sturen we wel eens een flesje wijn. Of we bestellen een miniatuurauto van de auto waar we het om gehad hebben. Ja? En die bestellen we en die sturen we op met een brief erbij. We vinden het jammer dat wij niet een auto hebben mogen leveren. Dat wij niet de auto hebben mogen leveren. Maar we willen wel graag nog een auto leveren. Ja. En we hopen die van u over een paar jaar weer in te ruilen. Dan sturen we met een brief mee. Geweldig. En hoe zijn daar de reacties op? Nou, wat leuk is, ondanks, uiteindelijk koop je niks voor. We hadden het graag met elkaar gedaan, maar dat krijg je wel. Maar het gevoel bij de klant is heel erg goed. En wat wij leven van leads via. En het gebeurt niet één of twee keer dat wij van dergelijke klanten krijgen wij leads. Dus die mensen die hebben ergens een auto gekocht. Ja. Maar als de buurman dan zegt van, je hebt een auto, ik wil ook. Ja, dan moet je bij... Die voelen zich eigenlijk moreel verplicht om nog iets met je te gaan doen. Ja, of moreel. Of er zit dan een beetje soms gunfactor in bij die klanten. Geweldig. Ja, en dat wil niet bij iedereen. Want je hebt ook mensen die staan er helemaal niet zo in. En dus dat is ook... Dat hangt er vanaf van wie die persoon is. Nee, en... maar je pakt eigenlijk de waarde die een lead heeft, zeg maar. Die stopt niet op het moment dat hij nee zegt. Nee. Daarna kun je er nog zoveel dingen meer mee doen. Nee, maar hij blijft een klant. Hij blijft een auto hebben. Hij blijft hem inruilen. Hij blijft vrienden hebben. Hij blijft op feestjes staan. Hij blijft op. Ja. En wij weten, we meten dat. En vorig jaar was het 67%, ook even in mijn hoofd, van onze kopende leads kwam via bestaande klanten. Ja. Ja, dus hoog, wij leven daar echt van. Maar goed, ons paid marketing is nul. Wij doen niks. Ja, we zitten wel op Autotrek, Autoscout en... Autotrader. En Marktplaats. En Marktplaats. Maar voor de rest, we doen niks aan marketing, niks aan advertenties, helemaal niks. Maar wat doe je eigenlijk met je klantbeoordelingen, met reviews en dergelijke online? Ja, goed, die zijn mega belangrijk. Maar zet je die op één website, op alleen Autobedrijf Tevreden, geloof ik? Of op meerdere? Ik denk dat jij vindt dat we daar nog meer spreidingen in moeten aanbrengen. Nou, ik denk dat het gevaarlijk is om alles op eentje te kunnen zetten. Zeker gezien de huidige ontwikkelingen bij en de Google Business Page. Ja. Hè, waar maar Google doen we ook. Kijk, het nadeel met Google hebben we. We zijn een tijd. Dus we zaten bij Autobedrijf Tevreden. En dat is dan ook op openness via Feedback Company. Of die koppeling wordt dat er gemaakt. En toen zijn we aan Google reviews gaan werken. Ja. Dus hebben we die, zijn we één op één gaan om en om gaan doen. Alleen Google had, maar ik heb het er laatst met jou over gehad, ze hebben dat geloof ik veranderd. Wat we kregen is een heleboel klanten konden het niet invullen, omdat Google zei nee, dat IP-adres klopt niet. En toen hebben we gewoon 10 reviews verbrand, terwijl die wel waren aange... Ja, ze hebben het erg moeilijk gemaakt. Ja. Ik weet alleen niet of je de wijziging hebt gezien anderhalf week geleden die ze gemaakt hebben, is dat ze met een aantal review websites een samenwerking zijn aangegaan en dat die review zeg maar vanuit Autobedrijf Tevreden bijvoorbeeld nu ook op hun Google Business pagina staan. Ja, dat heb ik wel gezien. Want er staat nu inderdaad, dat zag ik toevallig, er staan nu twee, zeg maar, Facebook staat er ook bij, geloof ik. En, dus de spreiding van dat het toch belangrijk is, zeg maar, om ze te spreiden. En dat je ook met videobeoordelingen bezig bent op dit moment. Ja, inderdaad. Dus we hebben een achttal video reviews. Die hebben we op YouTube, op ons eigen YouTube kanaal staan. Ja. Maar die gebruiken wij. Hè. Onze voorstellen zijn volledig online. Ja. Dus dat wij werken ook niet meer met PDF voorstellen. Dus als achter de website draait onze eigen software, waarin we alles doen, de hele database, maar ook het hele klant CRM en het LMS, het lead management, hoe we die opvolging doen. We genereren, als je een voorstel bij ons aanvraagt, krijg je een voorstel toegestuurd via de e-mail. Maar dat is niet een PDF, dat is een link, daar klik je op. Yeah. Dat is wel een mooie gestructureerde e-mail. Nou, klik op onderstaande foto's en dan kunt u naar een voorstel. Dan ga je gewoon naar je eigen URL toe. Yeah. Er staat dan voorstel voor Paul de Vries. Yeah. En daar hebben we natuurlijk veel van eigen mogelijkheden. En daar hebben we ook embedded video in. En daar hebben we de klantreviews. Okay. Die hebben we daarin staan.
video's van klanten. Ik denk dat beide belangrijk zijn. Een klant of een video review is natuurlijk altijd wat meer geënsceneerd dan een. Want je doet dat zelf. Dus maar beeld zegt meer als woorden. Ja, precies. Dus nee, maar we hebben daar een achter van. Eigenlijk zou je daar wel 100 van moeten hebben. Maar nogmaals, dat kost gewoon. Ja, je moet daarheen en dat kost heel veel tijd en energie om dat te maken. Oké. Hey, voordat ik verder ga naar de volgende vraag, wil ik toch even wat aandacht voor onze sponsors. Autodata Nederland. Beter taxeren, inkopen en verkopen? Dat krijg je voor elkaar met Autodata. Eigentijdse applicaties voor automotive professionals. Kijk voor meer info op www.autodata.nl. Taggle Auto creëert video's in seconden, welke geautomatiseerd worden toegevoegd aan uw advertenties. De kracht van Taggle Auto ook ervaren? Vraag nu de gratis proefmaand aan op taggleauto.nl. Ruim 2000 autobedrijven gingen nu voor. LEF, het lead management systeem van You Name It, waarbij al uw leads in één systeem kunnen worden opgevolgd, helpt u op weg van lead naar deal. LEF is vernieuwend, verrassend en compleet. Door haar koppelingen met vele automotive leadbronnen en het eenvoudige management dashboard heeft u real-time inzicht in uw volledige leadproces. Uw leadproces volledig onder controle? Kijk dan op datislefhebben.nl. Weet u waar de knelpunten zitten en wat u eraan kunt doen om de kwaliteit verder te verbeteren? De onderzoeken van autobedrijf.tevreden.nl helpen u exact te bepalen waar eventuele verbeterpunten liggen voor uw dienstverlening. U krijgt real-time inzicht in klantervaringen. Deze reviews deelt u op uw eigen website, op autobedrijf.tevreden.nl, op opines.nl en de grotere occasions portals. Heel belangrijk voor de online vindbaarheid en promotie van uw bedrijf. Wij zijn Bovemij. Wij helpen bedrijven in de mobiliteitsbranche bij al hun verzekeringen, financieringen en rechtshulp. Onze missie? Onze klanten nog succesvoller laten ondernemen. Als onderdeel van BOVAG bestaan wij voor en door de mobiliteitsbranche. Anders dan andere partijen vinden wij het dan ook belangrijk om de branche sterk te houden. Bovemij, samen vooruit. Hans, en social media, wat doe je daarmee? Ja, Facebook. Facebook, ja. Ja. Ik ben zelf privé geen Facebook gebruiker, dus... Dus ik moet me daar ook altijd in verbeelden om te weten wat we daarmee moeten. Je mensen wel, overigens. Ja. Nee, die gelukkig wel, inderdaad, ja. En we moeten nu met... voor marketing communicatie hebben we in functie... zijn we wat geswitcht. Dus daar zoeken we nu... hebben we nieuw iemand voor nodig... om weer meer met Facebook te gaan doen. Omdat daar gewoon heel veel... wat we met Facebook doen... en wat gewoon heel erg werkt... is dat je veel meer authentiek kan laten zien wie je nou bent. Want ja. Eigenlijk moet altijd alles gelikt zijn. Waarom? Ja, want dat zit gewoon in het beeld van mensen. Ja. En op Facebook hoeft dat in één keer veel minder. Dan mag best een videootje opstaan wat een beetje trilt. Ja. En dan mag een foto opstaan die niet helemaal perfect is. Nou, het mag echt zijn. Ja, het is gewoon zoals het is. Ja. En in het begin merk ik aan mezelf, ben ik dan heel ook naar de terughoudend van ja, maar deze. Maar uiteindelijk moet je het gewoon doen. En iedereen. Dus bij ons is het zo dat we hebben een account gekoppeld. Alleen iedereen post onder hetzelfde account. Volgens mij is mijn naam dat, geloof ik maar. dus iedereen maakt foto's. En als hij denkt, hey, dit is een leuke foto, dan gaat hij erop. En dan soms dan, goed, dat gaat ook wat op en neer hè, van wat je wel wil en wat je niet wil. Nee. Maar je kan er heel erg in laten zien waar je mee bezig bent. Hey Hans, een van de laatste vragen. Wat voor zakelijke uitdagingen heb je nog voor jezelf? Waar wil je nog heen qua business? Nou, dat is eigenlijk wat we met Koets.nl, hoe ik zelf nu... uiteindelijk is Koets.nl is een website waarin we... Ik zeg altijd allemaal spullen verkopen die we zelf niet kunnen betalen aan de bovenkant van de markt. Maar uiteindelijk is dat een website aan de voorkant en zit daar een box achter. En in die box daar zit kennis, kunde, cultuur, ervaring,
de software die we zelf hebben ontwikkeld en nog steeds ontwikkelen. Fotostudio, allemaal dingen. En die box, dat is het bedrijf. Ja. En in die box zijn we staat om online auto's te verkopen. Met al die dingen die daarin zitten. Koets.nl is in principe een website die we nu en een marktbenadering die we nu gekozen hebben. De voorkant. Waarin we die vijf merken, BMW, Audi, Mercedes, Porsche en Land Rover, jong gebruikt verkopen. Ja. Een voorkant. Maar als we zeggen, nou, we gaan cabrio's verkopen. Ja. En we doen cabrio's.nl, ongetwijfeld dat die URL niet meer beschikbaar is. Hè, maar, het gaat om de niche. En je kan veel beter niches bedienen. Maar uiteindelijk heb je diezelfde box hebben we. Ja. En die hebben we. Je hebt het apparaat staan. Ja, we hebben het apparaat staan. Ja. Dus we kunnen andere voorkanten, andere niches, andere marktbenaderingen. Ja. Kiezen om goed, Coolblue is natuurlijk een mooi voorbeeld. Hè? Die kunnen geloof ik als ze vandaag bedenken dat ze microfoons gaan verkopen, dan hebben ze binnen 2 dagen hebben ze microfoons. Ja. .nl hebben ze live draaien. Dus daar zit nog heel veel ruimte in. En we zijn nu alleen maar bezig met die box elke dag beter te ontwikkelen van hoe weten we het nog beter. Dus dat. En twee keer, als we verder groeien, want dit jaar zijn we in de gelukkige omstandigheid dat we ook weer groeien ten opzichte van vorig jaar. Zonder dat we daar heel veel in marketing in doen. Maar operationeel, dat is voor ons een uitdaging. Je hebt heel veel handling. Ja. Dat is gewoon ook het automotive. Of het automotive probleem. Maar dat is gewoon een uitdaging. Je hebt een product. We hebben dan gebruikte producten. En daar moet allemaal handling op zitten. Ja. Dat moet klaargemaakt worden. Er is wat mee. Er gaat een lampje. Nou, het is al die dingen. Dus als je groeit, merk je heel erg. Als we groeien, heb je niet alleen die 30% groei die je ten opzichte van vorig jaar hebt. Maar die klanten van vorig jaar en die van het jaar dan, die heb je ook al. En die bellen ook. En die hebben ook. Dus het is operationeel. Je handling wordt steeds groter. Ja, je handling wordt steeds groter. En dat is. Daar zijn we heel erg mee bezig om de kwaliteit op niveau te houden. Want dat is het belangrijkste. Welke data vind jij belangrijk? Wat voor data gebruik je echt? Een aantal data. We kijken natuurlijk simpel naar de website bezoeken. Hoeveel bezoekers we hebben. We kijken altijd wel naar de gemiddelde tijd op onze website. Of die is voor de branche. Of überhaupt is die heel erg hoog. Maar dat komt natuurlijk ook door die 100 foto's. Ja. Mensen kunnen hebben heel veel te kijken. Conversie kijken we naar. Dus hoeveel, wat converteren. We converteren van de leads. Dus elke binnenkomende lead die we hebben. Dus of hij nou belt, een appje stuurt. Mijn buurman wil een auto, kan je hem even bellen. Dus al de leads. Daarvan converteren we nu 31,5% naar een order toe. Ja. Daar kijken we naar of dat op niveau blijft. Nou, daar hebben we wel eens vaker over gehad. Ja. Maar ik denk dat het een van de hoogste of de hoogste in de markt is op het moment dat je alles bruto meet. Wat jullie doen. Maar goed, ik kan dat ook wel weer nuanceren. Omdat bij ons mensen verder in de klantreis pas contact opnemen. Je moet het niet nuanceren. Het is gewoon keigoed. Maar ik denk ook dat het hartstikke goed is. Ja. En daar zijn we ook best trots op. Maar ik nu, dus een deel komt. Dat is het percentage. Mensen nemen wel later in de klantreis pas contact op. En dat is waar we naar kijken. Waar we naar kijken is de leads. Hoe komen mensen via? Dus hoe komen ze bij ons? En via, dat meten we, dat willen we gewoon weten. Ja. En we weten dat op de via leads die binnenkomen, daar scoren we 53% conversie op. Dus dat zijn ook by far je beste leads. Ja, maar dat is dus van de twee heb je 1 order. Dus je moet gewoon op die. Kijk, en die 31% die halen we ook. Dus dat is overall. Dus dat betekent dat we op die niet 4-4 scoren we dus lager dan 31%. Ja. Omdat we op die 1 op 53 zitten. Die komen via reviews. Converteren we die. Ja. Maar het betekent in ieder geval dat of je het nou over reviews hebt of over 4-4. Het is super belangrijk dat als mensen met een kruiwagen binnenkomen, je moet het alsnog zelf doen. Ja. Dan is je moet hem er wel uit willen scheppen. Ja. Maar dat heeft alleen met klanttevredenheid te maken. En dat heeft met procesbeheersing. En dat gaat bij ons ook wel eens fout. Laat daar geen misverstand mee. Daar constant mee bezig zijn. Ja. En elke dag beter willen worden. Constant. Er is niet een dag dat we geen contact hebben met onze softwarebouwers over dat we net weer een knopje anders willen hebben. Ja. Of dat we een feature erin willen hebben, omdat we nu meerdere keren hebben gehad dat een klant, et cetera. Ja. Hey Hans, laatste vraag. Hoe kunnen onze luisteraars met jou in contact komen als ze meer willen weten over jou of over koets.nl?
Een mail snel gestuurd. Hans@koets.nl. En mijn telefoonnummer staat ook op de website. Dus ik ben goed bereikbaar. Ja, hoor. Ja. Hans, ik wil je bedanken. Ik wil je bedanken voor dat je als gast zou willen zijn hier als eerste in de podcast van de DCDW. Ik wil je ook bedanken voor alles wat je doet in online automotive. Dat je ook je kennis wilt delen met een ieder. Dank daarvoor. En het is altijd fijn om met jou te communiceren, zeg maar. Om met je te brainstormen over de bepaalde topics die ons bezighouden. En ik vond het fijn dat je hier als gast was. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar Digital Car Dealer Workshop, de podcast. Volgende week is er weer een nieuwe uitzending met wederom een interessante gast en boeiende onderwerpen. Kijk voor meer informatie en de notes van deze uitzending op www.dcdw.nl/podcast. En wilt u meer weten over DCDW? Kijkt u dan op dcdw.nl. De DCDW-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door nieuweautokopen.nl. Marktplaats, Autodata Nederland, Taggle Auto, Bovemij, you name it, en tevreden.nl.